Nu in Hart van Nederland. Mannen met bivakmutsen schieten in Beuningen op klaarlichte dag een man dood op straat. En dat dan zoiets hier gebeurt, ja, dat verwacht je niet. Emotionele taferelen nu er na maanden van coronageduld eindelijk weer wordt gevlogen op Curaçao. Nee. Oh my god. Dat is mijn dagje. En een Elfstedentocht in de zomer. En zij gaan er langer over doen dan Henk Angenent en Maarten van der Weijden bij elkaar. Goedenavond. Meerdere knallen en vervolgens een bloedbad op straat in Beuningen. De gemaskerde mannen die vanmorgen in koele bloeden in het Gelderse dorp iemand vermoorden op straat, zijn nog altijd spoorloos. Inwoners kunnen het ondertussen maar nauwelijks geloven. Nou en of. Tot zover alweer deze vroege editie. Nu gaan we hier verder met het weer, met Dennis Wild. Ik kwam hem net tegen en hij heeft al beloofd dat het wat beter gaat worden. Graag tot vanavond om 10:30. Dag.